Mijn naam is Ben Meijer en vandaag behandel ik de vraag: Kan ik van de derealisatie, depersonalisatie en dissociatie klachten afkomen? Het korte antwoord is ja. Nadat je de criteria van de DSM hebt gelezen, bijvoorbeeld op mijn website, over wat is derealisatie en wanneer heb ik derealisatie, en je tot de conclusie bent gekomen van ja, ik heb derealisatie, depersonalisatie of dissociatie, kort gezegd deze klachten. Dan komt natuurlijk de vraag: kan ik er vanaf komen? En um, ja, je kan van de realisatie afkomen. Er zijn mensen die er spontaan vanaf komen, meestal is dat in de eerste twee weken. Daarna zijn er een aantal mensen die, waarbij het spontaan oplost na een aantal maanden. En er is een grote groep mensen waarbij het niet meer spontaan oplost. Gekoppeld aan de vraag kan ik er vanaf komen, is: heb ik chronische derealisatie en wat is chronisch en is daar nog wat aan te doen? Nou, chronische derealisatie is derealisatie die niet meer vanzelf oplost. Derealisatie die niet meer vanzelf oplost, volgens een arts of volgens een psycholoog, kan nog steeds oplossen met gerichte therapie. Dat bestaat uit een aantal interventies en een aantal oefeningen. En die oefeningen en interventies moeten. Veranderen per fase van je genezingsproces. Dus ja, het antwoord is, je kan er nog steeds van afkomen als je er twee jaar hebt of twintig jaar of veertig jaar. Mocht je daarbij mijn begeleiding willen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Herken jij je in deze klachten en wil je samen met mij werken aan een concrete oplossing? Bel nu!